Daar zijn jullie. Welkom bij de tips van Eddy. Weet je wat dit is? Dit is de allereerste ransomware van 1989. Het is een van de enige overblijvende fysieke exemplaren in de wereld. Maar jullie kennen allemaal wel de term ransomware, hè? Nee? Wel, ineens na het aanzetten van je computer, of zomaar ineens, lijkt het erop dat deze ineens geblokkeerd is. Of er verschijnt op je scherm een melding waarin staat dat pas toegang wordt gegeven tot je gegevens na betaling van een soort van losgeld die je dan moet betalen in een cryptomunt, zoals Bitcoin. En al je gegevens zijn dan ook versleuteld. Wel, op dat moment ben je slachtoffer geworden van ransomware. We zien deze vorm van oplichting steeds vaker in het nieuws, alhoewel dat soort malware al bestaat sinds 1989 dus. Wat kunnen we er nu tegen doen? Wel, het meest belangrijke ben jijzelf. Klik niet op de verkeerde links. Ga niet in op dingen die je aangeboden worden. Met andere woorden, blijf alert. Bedrijven doen er ook verstandig aan om hun medewerkers bijvoorbeeld naar een training te sturen voor extra bewustwording. Tweede puntje. Het is ook vrij logisch, denk ik, maar alleen met goede viruskennis die ook ransomware herkennen en blokkeren ben je goed beschermd. Dus check ook dat die goed geïnstalleerd is. Nog belangrijker is echter om alle software op je toestellen te updaten, as soon as possible na het verschijnen van die updates. Het is net via die weg dat soms servers gehackt worden door de cybercriminelen. Ook zorg er ook voor dat je bedrijfs- of thuiswerk niet zomaar van buitenaf bereikbaar is. Een VPN met multifactor authenticatie doet wonderen, maar zet dan die servers aan de binnenkant van je netwerk. Investeer natuurlijk ook in backups, maar dat wist je al, hè? En mocht je slachtoffer worden, doe dan ook altijd aangifte. Zo, dat is het wel al deze keer. Volgende keer ben ik er weer met meer tips.